Het is altijd het hoogtepunt van het jaar. Dat moet het dan zijn. Vlak voor het zomerreces gaat de gemeenteraad in debat over de uitgangspunten voor de begroting van 2019. De kadernota heet dat. Maar dit keer is er geen kadernota, maar een kaderbrief. En dat is toch een beetje een verschil. De discussie verloopt net even iets anders. Hoe dat nou precies zit, dat vraag ik aan de wethouder van Financiën, de kerstverse wethouder Maarten Burggraaf. En ik ga hem ook vragen, wat is nu eigenlijk de ruimte van politieke partijen om hun verlanglijstjes in die begroting te kunnen krijgen? De kadernota is het eigenlijk belangrijkste financiële stuk van de gemeente. Want daar kan de gemeenteraad aangeven welke prioriteiten ze in het jaar daarop willen gaan aangeven. En dan heb je de tijd om vervolgens die prioriteit om te zetten in een begroting. Nou ja, we hebben dit jaar natuurlijk verkiezingen gehad, dus loopt het iets anders. Want er zijn eerst onderhandelingen geweest met de partijen waar we nu een college samen mee vormen en we een akkoord hebben neergelegd. Dus het is nu te kort dag om die discussie nu al te voeren. En die is dit keer meer naar achteren geschoven en wordt nu bij de begroting 2019 gedaan. Dus nu worden eerst de voorstellen die eigenlijk uit het politiek akkoord komen, worden nu eerst verder uitgewerkt. En dan hebben we bij de begroting 2019 met de Raad de discussie om daar ook de middelen aan te koppelen. Ja, desalniettemin, ook nu zullen de politieke fracties wel hun wensjes op tafel leggen met betrekking tot de begroting van volgend jaar tijdens deze kaderbriefdebatten. Ja. Ik ben eigenlijk op zoek naar wat nu precies de ruimte is voor de lokale politiek om nog wat invloed uit te oefenen op die begroting. Want een heel groot gedeelte gaat toch eigenlijk op aan allerlei taken die je sowieso als gemeente moet verrichten. Ja, het klopt. Als je kijkt naar de exploitatie van de gemeente, dan is ongeveer 98% van de uitgaven liggen eigenlijk al vast. En dan hou je nog maar een klein stuk over waar je invloed op kan uitoefenen. Maar ja, aan de andere kant kan je natuurlijk als raad ook nog steeds hele rigoureuze beslissingen nemen. Ik bedoel, je kan natuurlijk nog, je zou kunnen kiezen om bepaalde dingen niet meer te doen. Hè. Dan krijg je weer meer ruimte. Of om bijvoorbeeld belastingen te verhogen. Dus de raad heeft echt het instrument om in die begroting te sturen. En te kunnen zeggen van we willen graag meer belastingen, omdat we dan uiteindelijk bepaalde dingen kunnen uitvoeren. Dit college heeft ervoor gekozen om vooral die woonlasten die er nu zijn, om dat niveau wat we nu hebben, dat is een relatief laag niveau, om dat vast te houden in de komende vier jaar. En dan moet je wel keuzes maken. En dan willen we eigenlijk deze periode vooral in gaan zetten om de verdiencapaciteit van de stad te vergroten. En dat betekent de grote groeiambitie hebben met de stad. En daar willen investeren dat er nog meer bewoners naar Dordrecht komen. En dat die ook mensen zijn met wat hogere inkomens. Zodat je uiteindelijk daar meer inkomsten als stad vandaan kan halen. Zonder dat je voor iedereen die belastingen hoeft te verhogen. Ja, toch kan ik me voorstellen als je heel nadrukkelijk zegt, wij zijn een stad met ambities. Ja. We willen schoon, heel veilig, mooie historische binnenstad, cultuur op een hoog pijl. Dan is het toch verkoopbaar als je zegt van ja, maar dat betekent dan ook dat de lasten omhoog gaan. Dus dat je meer vanuit de kwaliteit redeneert dan vanuit het kosten. Ja, maar wij geloven dat er nu een aantal ontwikkelingen zijn waarmee je die slag met wat investeringen kan doen. Met de incidentele middelen die er nu ook al liggen. En één daarvan is wat nog niet definitief is, maar wel we een principebesluit hebben genomen om Eneco te gaan verkopen. En deze periode hopen we dat die verkoop gaat lukken en dat we weten wat het op gaat brengen. Ja, en een deel van die inkomsten willen we gebruiken om juist die structurele verdiencapaciteit van de stad, die groei van de stad, om daarin te gaan investeren. En dat ook op een duurzame manier te doen. Dus om te zorgen dat we die groei koppelen aan een andere ambitie die we hebben. En dat is dat we toekomstgericht zijn en graag een duurzame stad willen zijn. Toch, er hangt ook een donderwolkje boven de begroting van de komende jaren. Vorig jaar bereikt ons het bericht dat de zogenoemde precario-heffingen zouden worden afgeschaft. Nu profiteer je als gemeente van precario. Als nutsbedrijven onder de grond hun leidingen hebben, dan moeten ze daarvoor betalen. Ja. Maar dat mag volgens het Rijk over vier jaar niet meer. Nee. Wat heeft dat voor consequentie? Ja, dat is nu een inkomsten van 6 miljoen per jaar.
En ja, dat zijn belastingen die betaald worden over de kabels en leidingen die in de stad liggen. Ja, ook deels omdat, nou ja, goed, als die kabels en leidingen worden gelegd in de openbaar gebied, dat ook kosten met zich meebrengen. Ja, en die inkomsten gaan dan wegvallen. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden. Kaderbrief, uitgangspunten voor de begroting 2019. Waar ontbreekt het wat u betreft met name aan? Ja, voor ons natuurlijk als Verenigde Seniorenpartij het ouderenbeleid. Dat hebben we ook aangegeven bij de bespreking van het coalitieakkoord. En ja, we hebben nu het college het voordeel van de twijfel gegeven. Dat zij met de begroting echt met een visie komen op het ouderenbeleid. Als je kijkt naar de komende vergrijzing en als je kijkt naar het coalitieakkoord, dat daar gewoon helemaal niks over opgenomen is. En als je dan denkt aan de bereikbaarheid, mobiliteit van ouderen, eenzaamheid onder ouderen, 45-plussers op de arbeidsmarkt. Daar vinden wij echt nog niks van terug. Nou, ik vind het op zich heel fijn dat het nieuwe college veel woningen gaat bouwen. We hebben wel de aandacht gevraagd voor twee groepen. Voor natuurlijk mensen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw. Het gaat om dat die wachtlijsten echt op korte termijn worden verminderd. En daarnaast ook nog woningbouw voor de middengroepen. En dan niet alleen koopwoningen. Wij hebben echt het gevoel dat het college gaat inzetten volledig op koopwoningen. Wij zeggen bouw ook wat huurwoningen. Want er zijn nauwelijks huurwoningen te krijgen voor de middengroepen. Ja, en een ander punt, belangrijk punt, hoort ook bij de PVV. Dat integratievraagstuk, daar moet in Dordrecht ook nog een schepje bovenop. Nou ja, dat taaleis. Hè? Als je kijkt naar de participatiewet, artikel 18b. Als je een uitkering hebt in Dordrecht, staand beleid, landelijk beleid, dan ben je verplicht om de taal te leren. En wij hebben daar wat onze twijfels over. We zien nog te veel mensen die de taal onvoldoende spreken, terwijl het zo ontzettend belangrijk is om te kunnen integreren, om te kunnen werken in de Nederlandse samenleving, dat je de taal voldoende beheerst. Dus we zouden eigenlijk willen dat het college daar nog wat een tandje scherper op gaat inzetten. Als SP vinden wij het heel erg belangrijk dat wij jongeren in onze stad houden. Onze jongeren zijn de toekomst voor onze stad. En die zullen later ook weer bij gaan dragen aan de economische groei die we heel graag willen in onze stad. Alleen het feit is dat jongeren ontzettend moeilijk huisvesting kunnen vinden in deze stad. En dat ze daardoor de stad uittrekken. Dat is ook uit onderzoeken gebleken. En wij vinden als SP dat dat anders moet. Dus dat ja, voor iedere jongere die op eigen benen wil gaan staan, moet er een woning zijn uiteindelijk. En dat kunnen we realiseren wat ons betreft door gebouwen die ja, misschien dan anders gesloopt zouden worden te hergebruiken en om te bouwen tot appartementen voor jongeren. Die groene agenda, dat moet allemaal veel en veel en veel sneller. Absoluut. Ik bedoel, er zijn allemaal prachtige plannen, maar het is ook allemaal weer ad hoc. In plaats van dat er eens een goede visie komt van hoe gaan we onze stad inrichten met groene linten. Ik bedoel, er moet heel veel gebouwd worden. Dan wordt de binnenstad bijna één bonk steen als je dat zo gaat zien. Veel meer gekeken worden van hoe gaan we dat dan met bomen, met struiken, stroken groen gras. Als je kijkt naar Rotterdam, die hebben een prachtig stuk, is een goed voorbeeld, vanaf het station naar het Eendrachtsplein. Daar hebben ze een prachtige groene strook met blauw. Ja, en zo moeten we in Dordt ook veel meer de boel gaan inrichten. Van onderzoeken kun je niet eten. Het is echt zo dat heel veel kinderen in Dordrecht, ondanks de economische groei, dat die het gewoon heel erg moeilijk hebben nog steeds. En dan doen we het in Dordrecht best wel goed waar het gaat om het verzachten van de negatieve effecten. Dus kinderen die willen sporten, die kunnen vaak wel sporten. Kinderen die zwemlessen nodig hebben, dat wordt vaak wel geregeld. Maar er zit een veel fundamentele vraagstuk. En dat is dat armoede steeds vaker van generatie op generatie overslaat. En dat moeten we met elkaar aanpakken. En dat doe je niet met één klein slim beleidsvoorstelletje. Dat doe je door echt een gezin bij te staan en met elkaar te kijken van wat is nou nodig om in dit gezin rust te creëren. En om het kind een goede toekomst op te laten bouwen. De wethouder Heikoop, die hierover gaat, die zegt van ja, maar dat doen we toch eigenlijk allemaal wel. Hij vond bovendien uw plannen sympathiek.
Ja, ik ben blij dat hij ze sympathiek vond. Ik ga er ook vanuit dat hij ze straks zal steunen. Want het is een verdere concretisering van een lijn die inderdaad onder wethouder Heikoop is ingezet. Dus dat klopt. Maar wat ik gewoon ook heb proberen mee te geven. Deze club, dit college, dat is heel duidelijk. Hebben die ambities kunnen bepalen op economie en op het terrein van de woningbouw. Dat is echt gelukt. Heel concreet. Top 5 MKB gemeenten, 4000 woningen erbij. Waarom is dat nou niet gelukt op het sociale domein? Waarom kan dit college niet zeggen hoeveel gezinnen ze deze periode uit de armoede gaat helpen? Hoeveel mensen die nu thuis zitten en niet aan de bak komen op de arbeidsmarkt weer aan het werk gaat helpen? Dat ontbreekt en die sociale power die moet toegevoegd worden. Wij vinden dat ook elke jongere kans moet hebben op een mooie baan. Het wil niet zeggen dat iedere jongere kan studeren op hbo en zelfs soms niet op mbo niveau. Dat wil niet zeggen dat het geen goede werknemers zullen zijn. En ik denk dat we veel meer samen met de bedrijven moeten kijken van moeten we toch niet een beetje het vakonderwijs weer wat meer terug gaan brengen. Vroeger konden kinderen echt leren voor metselaar, voor timmerman, voor straten maken. En zich daar helemaal in specialiseren en daar ook goed werk in krijgen. Ja, uiteindelijk is dat onderwijs dus allemaal wegbezuinigd. Ja, wij zouden het toch mooi vinden als dat weer terug zou komen. Ja. Wethouder Heikoop, die verantwoordelijk is voor de werkgelegenheid hier, die zegt ja, maar we hebben toch allerlei plannen. We doen het toch hartstikke goed. Ja, wat wij zien is dat toch vaak gelinkt is aan het mbo-onderwijs, aan een leerpark of een grote school. Maar ja, er zijn ook heel veel kinderen die gedijen toch niet zo goed op zo'n grote leerfabriek. En die zou misschien bij een werkgever waar ze begeleid werken en daar in de praktijk echt het vak leren, die zouden daar misschien toch beter bij gebaat zijn. Dus dat zouden wij graag onderzocht willen hebben in hoeverre dat tot te realiseren is met de bedrijven samen. Heeft u het idee dat de wethouder u gehoord heeft? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat wethouder Heikoop ook zeker wel zeer begaan is met onze jongeren. Om toch te proberen de jongeren in de stad te behouden voor de toekomst. Dus ik denk dat we daar samen wel uit gaan komen. Omdat het college pas net is begonnen en het collegeprogramma nog niet in detail is uitgewerkt en dus ook de uitgangspunten voor de begroting nog niet precies duidelijk zijn, is het debat over de kadernota een beetje tam geweest. Nou ja, wat dat wil zeggen tam. De oppositiepartijen hebben wel degelijk aangegeven wat zij zo graag zouden willen. Maar een echte discussie en het echte debat gaat pas plaatsvinden als de begroting aan bod komt. En dat gebeurt in het najaar. We hebben in ieder geval een goed inzicht gekregen in wat de politiek zoal wil. En we gaan het ook het komende jaar gewoon weer verder volgen. Maar dit was het voor nu. De raad gaat met reces en ook wij gaan met rechtstreeks uiteraard 2 maanden stoppen. En namens Marjolein Vos en Fokker van der Straten wens ik u een ontzettende prettige, mooie zomer. En we zien u terug eind augustus. Dit was het voor nu. Tot dan.